Ja, er is rond 2:15 brand uitgebroken in het bedrijf Xycarp in Helmond. Dat is in eerste instantie begonnen als een binnenbrand. Inmiddels is het vuur ook wat uitgebreid en is ook het kantoorpand van het bedrijf aan het branden. De brandweer heeft het vuur dus nog niet onder controle. Dat is nog volop bezig op dit moment. Door de brand is er wel veel rookontwikkeling. Die gaat vooral in de richting van Milo Hout. Er wordt nu door de brandweer gemeten of er gevaarlijke stoffen in zitten. Maar het is natuurlijk altijd verstandig om ramen en deuren dicht te houden als er rook over je woning trekt. En als je in de rook staat, om dan naar binnen te gaan. Ja, kun je mij misschien iets vertellen over of er gewonden zijn gevallen bij de brand? Ja, bij de brand is één personeelslid gewond geraakt. Die meneer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Die zal daar behandeld worden aan zijn brandwonden. Ik heb begrepen dat het op zich meevalt, dat hij niet heel ernstig gewond is geraakt. Maar ja, het is altijd vervelend dat er een slachtoffer valt bij zo'n brand. En voor de rest zijn er geen gewonden gevallen. Hebben jullie al een idee hoe de brand is ontstaan? Nee, naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan als het hele verhaal klaar is, als de brand is geblust en je daar ook rustig onderzoek kunt doen. Dus op dit moment is nog niet duidelijk wat dan de oorzaak van de brand is geweest.